Hallo allemaal, ik hou mijn presentatie over volleybal. Volleybal is een balsport. Je speelt het met een team van 6 personen. Aan de kant zitten nog een aantal wissels. Het team bestaat uit een aanvaller, setupper en verdedigers. Je speelt op een veld van 9 bij 9 meter. Achterin het veld zit nog een opslagvak. Van daaruit serveer je de bal over het net heen. De twee velden worden gescheiden door een net. Bij de 3 meter lijn ga je aanvallen. Volleybal speel je met een volleybal. Deze volleybal gebruiken ze bij de ABC jeugd, de dames en de herenteams. Dit zijn mini volleyballen. Die gebruiken ze bij de CNV. Over de CNV ga ik straks nog wat meer vertellen. Dit zijn beachvolleyballen. Technieken. Bij volleybal maak je gebruik van verschillende technieken. De technieken zijn de vang, oftewel de duik, de surf, de paas, setup, smash en het blok. Ik ga ze allemaal even langs. De vang, oftewel een duik. Dit gebruik je om een bal die ver voor je ligt op te duiken. Hierdoor glijdt over je buik heen en haalt de bal omhoog met je hand. De surf doe je aan het begin van een rally. Een rally is waarbij de bal telkens tussen personen over wordt gespeeld. De surf kan onderhands zijn of bovenhands. De paas. Dat is de eerste van... Dat gebruik je om een smashbal of een bal die net over het net komt te verdedigen. Na de paas komt de setup. Bij de setup geef je een bal hoog aan voor een smash. Met de smash sla je bal over het net. Het blok gebruik je om een smash te verdedigen. Opstellingen. Ik heb van de basisopstelling geen plaatje kunnen vinden, maar ik kan hem wel goed uitleggen. Bij de basisopstelling begin je hier. Hier staat de nummer 1. De nummer 1 is altijd de setupper. Naast de setupper staan 2 aanvallers. En achterin staan 3 verdedigers. Bij de opstelling met de setupper van rechtsachter komt de setupper van rechtsachter nadat hij een opslag heeft gegeven, rent hij naar voren. Hiervoor staan 3 blokkeerders. Zij gaan aanvallen straks. Wanneer de bal over het net wordt geslagen, verdedigen eerst de nummer 5 en de nummer 6 de bal. Daarna rent de nummer 1 naar voren op de plek van nummer 3. Deze lopen allemaal naar achter en wachten tot op hun een aanval wordt gegeven. Competitie. De competitie wordt geleid vanuit de NEVOBO. De NEVOBO is ook de vereniging van het Nederlands team. Je hebt verschillende soorten competitievormen. Zoals seniorenvolleybal, dit speelt mensen van 50 plus. Recreantenvolleybal, dat is weer een andere competitievorm. Dit wordt niet geleid vanuit de NEVOBO. Jeugd ABC, dit zijn van kinderen van 12 tot 18 jaar. Koelmoesvolleybal, daarbij spelen kinderen van 6 tot en met 12 jaar. Hierbij leren ze volleybal spelen. Het is onderverdeeld in 6 niveaus. Niveau 1, waarbij je alleen mag vangen en gooien. Niveau 2, waarbij je ook alleen nog maar mag vangen en gooien. Bij niveau 3 mag je al 1 bal spelen. Niveau 4 mag je 2 ballen spelen. Niveau 5 mag je al 3 ballen spelen. En niveau 6 is eigenlijk gewoon al wat je bij de jeugd ABC gaat spelen. Zitvolleybal, dat is voor lichamelijk gehandicapten. Beachvolleybal, daar heb ik niet zoveel over te vertellen, omdat beachvolleybal eigenlijk een hele andere sport is dan zaalvolleybal. Het heeft andere regels, een ander veld en een andere bal. En bossenbal, dit vind ik zelf de leukste variant. Hierbij volleybal je op een springkussen. Dit zijn alle competities. Dit was onze presentatie, gemaakt door Iris van den Berg en Britt Gort over volleybal.